Opgave 68. Chris die koopt een blik soep. Op het etiket staat inhoud. Ik schrijf altijd direct even de tekst over. Die ik belangrijk vind, 800 milliliter. Dit wil weten of dat klopt. En dan meet hij de diameter en de hoogte van de blik. En hij vindt een diameter van 10 centimeter. Ik gebruik de afkorting D voor diameter. En een hoogte, letter H, van 10,3 centimeter. Bij vraag A, laat met een berekening zien dat er 800 milliliter in het blik kan. Ja, ik moet dus de inhoud van het blik gaan uitrekenen. Het blik heeft de vorm van een cilinder. Dus ik schrijf eerst de formule op die bij de cilinder hoort. De inhoud van een cilinder is dat symbool pi keer de straal in het kwadraat keer de hoogte. Nou, je ziet, dit is weer de diameter gegeven, niet de straal. Dus ik ga terug naar mijn gegevens en ik reken ook nog even de straal uit. De straal is altijd de helft van de diameter. Dus dan ga ik, de inhoud van de cilinder is pi keer 5 in het kwadraat keer 10,3. Nou, hier pak je uiteraard je rekenmachine bij. Pi keer 5 kwadraat keer 10,3. Dan krijg ik als antwoord 808,96. Ga ik nog even nadenken over de eenheid. Dit is in centimeters, de straal is in centimeters, de hoogte is in centimeters. Het is inhoud. Dus de inhoud is kubieke centimeters. Nou, dan hebben jullie twee overstapjes geleerd. 1 kubieke decimeter is 1 liter. En volgens mij hebben jullie ook geleerd 1 kubieke centimeter is 1 milliliter. Dus dit sommetje kan ik direct achterschrijven. Oké, 808,96 kubieke centimeter. Dat is ongeveer 809 milliliter. En de vraag is, laat met een berekening zien dat er 800 milliliter in kan. Nou ja, er kan 809 milliliter in. 809 is meer dan 800. Dus het kan. Nou, vraag B, hoeveel gehele milliliter zou er nog bij kunnen? Ja, dan gaat het om de gehele milliliter. Zou je zeggen 9, hè, want het was 809. Hè, naar 800, dat is 9 milliliter meer. Maar omdat ze zo specifiek vragen hoeveel gehele milliliter... Kijk, echt in het blik is het 808,96. En als je dat vergelijkt met 800, ja, dan zou er nog 8 hele milliliters bij kunnen. En ik denk dat dat de vraag is.